Zo werden in Leiden ongeveer 90 atleten de bossen en parken ingezonden voor de jaarlijkse bosloop van de atletiekvereniging De Bataven. Het werd een kille, natte bedoeling, maar de deelnemers spanden zich tot het uiterste in, al was het alleen maar om de kou uit de spieren te verdrijven. De strijd ging over 4.275 meter en dat was op de meestal modderige paden een hele zware opgave die de grote meerderheid overigens tot een goed einde bracht. Dat einde toonde intussen dat men het met ellebogenwerk in het leven een heel eind kan brengen. Het bracht Janssen van AV23 in ieder geval met 1/10 seconde voorsprong als eerste over de streep. Maar Meeuwissen protesteerde en dat protest werd toegewezen, zodat Janssen zich maar heel kort winnaar mocht voelen.